Ik ervaar de pilot als iets positiefs. Leuk om aan iets deel te mogen nemen. Om uit te proberen wat helpend kan zijn voor ons als leerkracht. De pilot kwam voor mij eigenlijk op een goed moment. In coronatijd dus heel veel digitaal onderwijs. Dus ook dit een extra digitaal stukje waar ik op dat moment helemaal in zat. Mijn duo had besloten niet mee te doen. Dus ben ik met een andere collega daarin gedoken. Begin een beetje trubbelig van de dingen die je erin moet zetten. Wat kan ik ermee? Eigenlijk meer op onderzoek. Maar als je erin zit, heel fijn om mee te werken. En leuk om aan zoiets nieuws mee te werken. Wat ik denk dat in de toekomst veel kan opleveren voor leerkrachten. Momentum is overzichtelijk, biedt je houvast bij je planning. Het helpt je om de doelen inzichtelijk te maken voor de kinderen. Dus dat is een mooie start om met de kinderen door je dag heen te gaan. Dat je in één oogopslag ziet hoe je week eruit ziet. Dat je per lesdag heel duidelijk in beeld hebt hoe je lesdag eruit ziet. Ik denk zeker heel gebruiksvriendelijk ook wel. Het is prettig om alle studiedagen, de vakanties, alle andere activiteiten, om die al in te kunnen plannen. Werkt super makkelijk en vraagt geen hoge technische ICT-kennis van een leerkracht. Tijdswinst. Dingen die je gewoon niet drie keer hoeft te doen, uit te printen. Je hebt alles in één oogopslag bij elkaar. Het prettige zou denk ik wel zijn als je je basisrooster voer je in. Maar als je daarna zeg maar je rooster is nooit iedere week hetzelfde. Tenminste bij mij niet. En dat je dan de vakgebieden zou kunnen slepen zeg maar in het programma. Om je rooster kloppend te maken voor die week. Dan heb je gewoon een makkelijke start waarmee je door je dag heen kunt. En in één overzicht ook voor het hele jaar door kunt en dat als planning en leidraad kunt houden om mee te werken. Ja, dat het heel veel dingen eigenlijk vervangt. Je dagplanning, je overdracht met je collega, wat heel fijn is, dat daar ook heel taakgericht of heel vakgericht dingen in kunt opschrijven. Nou ja, je opent het, je zet het klaar, je kunt zien bij welke les je bent, je klikt op de les waar je bent, het programma opent zich. Eén keer alles instellen en dan hoef je daarna niet meer zelf door te plannen, behalve bij wat wijzigingen. Dus het scheelt je gewoon tijd in iedere week opnieuw je planning in elkaar vogelen. Ik denk dat de grootste winst inderdaad je tijdwinst, alles zit in één omgeving. Dus als je dat helemaal up-to-date houdt en bijwerkt, dan zit daar eigenlijk heel veel dingen in waar de randvoorwaarden waar je onderwijs aan moet voldoen, zodat je heel veel tijd overhoudt om na te denken over de invulling van die vakken. Dus al het randgebeuren heb je dan eigenlijk in een vrij korte tijd gedaan.